Guus, waar zitten we? Wij zitten op de Oosttribune, als ik me niet vergis. Dit is, normaal gesproken zitten hier de diehard PSV-supporters. En nu is het verborgen achter ons gigantisch podium. En dit vind ik zelf een van de... Is dit jouw favoriete stadion? Ik vind het zo'n fijn plekje. Ja. Omdat het dan rustig is en je hebt wel het gevoel. Ik hou heel erg van stijgers. Waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Maar dit is gewoon echt een fijn plekje. Dit is de achterkant van de hele productie. Is voetbal naast muziek, wat staat op één? Nou, ik zeg altijd... Als je hier had mogen zingen of je had hier de winnende mogen maken voor PSV? Ja, het laatste. Ik zeg altijd, ik was heel graag profvoetballer geworden en ik was niet snel genoeg. Dus ik heb via hele omslachtige wijze mezelf dan toch het vuurstel in weten te manoeuvreren. Maar het heeft wel veel tijd en moeite gekost, moet ik zeggen. Wat vind jij de meeste uitdaging voor vanavond? Ik heb vanavond het plan. Ik denk dat heel veel mensen toen ze vanochtend opstonden niet dachten dat zij vanavond met z'n allen I Love Worstenboot gaan zingen. Dat denk ik niet. Nee. En ik ga het vanavond proberen. Hey, en de line-up, wie staan er nog meer vanavond? Je verzint altijd weer hele mooie gastartiesten. Ja, we hebben Typhoon in het voorprogramma. Die had ik gezien. Niet de minste? Nee, die heb ik een paar keer zien optreden. En die energie die spreekt zo aan, die wilde ik hier wat hebben. Dat past hier wel. Jeugd van Tegenwoordig. Ik ben fan van hun en zij zijn fan van het evenement. Dus die heb ik een paar jaar achter elkaar staan. Ze al in de verlenging te kijken. En nu zijn ze op het podium. Helemaal goed. En Rowan Hezen. Maar Rowan Hezen komt één keer in de zoveel tijd. Moeten die gewoon... Maar die zetten gewoon altijd de boel op zijn kop. Ja, daarom. Maar dat hoort ook zo. Guus, je hebt alles gedaan. Parijs. Je hebt de stadions verkoop je uit. Clubtours zijn altijd uitverkocht. Theaters. Ook. Ik ben een gelukkig man. Ja, ja, heb je nog een droom? Er zijn altijd nog dromen, ja. Dus wij blijven altijd één droom over. Dat is ook goed, je moet ook altijd één droom overhouden. Ja, dat is ook eentje die voor altijd overblijft, denk ik. Maar dinsdag speelt Springsteen op het Malieveld. Ja. Dus het was eigenlijk wel leuk geweest als hij een weekendje eerder, een paar dagen eerder was geweest. Dan had hij hier een keer kunnen knallen. Hij hoeft niet eens te gast zijn. Ik zou het tof kan je niet met hem meedoen? Nou, moet ik even bellen. Ja. Nee, maar ik zou het tof vinden als hij... Hij hoeft niet eens gast bij mij te zijn, maar als hij hier gewoon... Is. En gewoon een concert geeft hier in het Philips Stadion. Ja? Misschien moeten we dat wel gewoon eens gaan regelen. Ja. Ben je trots op Brabant als je hier zo staat? Want er komen natuurlijk gewoon wel heel veel mensen uit Brabant. Ja, ook al nu steeds meer misschien. Ja, we hebben drie jaar terug een onderzoek gedaan. Het is 60-40. Dus ik denk dat het nu langzaam 50-50 gaat. Ja, het is wel een landelijk evenement. En daar ben ik misschien nog wat trots op. Ja. Het komt van heinde en verre, bussen. Ja. Nou, wat leuk is, het is in 2006 begonnen. Ik vertel altijd zo, dan kwamen er twee vriendinnen, want die zijn fan, en die namen dan hun vriendjes mee en die stonden achter aan de bar te drinken. En halverwege het concert kwamen die naar voren en die hebben gewoon een hele leuke dag gehad. Die zijn naar huis gegaan. Die hebben gezegd, ja, we zijn bij Meeuwis geweest. Ja, we zijn ook niet echt fan, maar het was zo leuk. En toen komen ze met z'n achter en dan komen ze met z'n 16 en nu komen de hele families. En ik denk dat dat mede het succes en misschien ook wel het geheim is van Groots met een zachte G. Je moet het met z'n allen doen.